Hoi, ik ben Destiny van Duo. Vandaag sta ik bij de Zeven Provinciën in Voorschoten. Hier heeft Duo een Common Room Makeover project gedaan om het iets gezelliger te maken voor de studenten. Lenny staat binnen op mij te wachten en gaat me de makeover laten zien. Let's go! Ik sta hier nu naast Lenny. Lenny, wat doe jij bij Duo? Ik ben sociaal beheerder. Ah, en jij hebt dus het hele makeover project geleid. Ja. Ik ben heel benieuwd naar een paar kamers. Nou, loop even mee, gaan we kijken. Nou, welkom in de common room op deze verdieping. Leuk, hè? Wauw! Oh, dit is heel leuk. Beetje huiselijk. Ja, en waarom zijn jullie dit project gestart met Duo? We zien eigenlijk dat buitenlandse studenten het best lastig vinden om elkaar te ontmoeten. En dat we dat wel willen faciliteren, zeg maar, aan de studenten. Met wie heb je dit gedaan? Wat voor een team? Nou, ik heb een kennis van mij die kan heel goed schilderen. En die heb ik gevraagd of zij mee wilde helpen. En ik wilde ook iets groens. Liefst planten, maar ja, het moet wel planten zijn die niet dood kunnen gaan. Nou, dit is geheel student-proof. Ja, precies. Waarom is het zo belangrijk voor Duo dat studenten ook een plekje hebben buiten hun slaapkamer? Nou ja, we zijn huisvesten, maar we zijn eigenlijk ook wel meer dan dat. We vinden het ook belangrijk dat studenten lekker in hun vel zitten, vrienden kunnen maken en sociale contacten kunnen opdoen. En met deze kamers proberen we dat dan te faciliteren. We staan nu in de volgende kamer. En Lenny, jij gaat me een paar tips geven over hoe je nou een leuke makeover voor een klein prijsje kan doen. En ik zie hier al een hele leuke geverfde kast. Is dit jouw eerste tip? Ja, dit is tip 1. Verf je kast in een leuk kleurtje. Een beetje een ouderwetse kast is wel heel erg leuk. En dan tegen de muur aan die je dezelfde kleuren schildert. Nou, wat zeg je ervan? Ja, superleuke tip. Heb ik nog nooit aan gedacht. En het geeft een superruimtelijk gevoel. Het lijkt veel groter dan het echt is, deze ruimte. De volgende tip. Tip 2. Een kleed op de grond. Het maakt het ontzettend huiselijk en gezellig voor onze internationale studenten. Ja, en een kleed hoeft totaal niet duur te zijn, want het kan ook gewoon van de kringloop. Zeker, en daar is dit ook van. Ja. En dan de laatste tip. De laatste tip is, heb je lelijke plekken in je huis, bijvoorbeeld lelijke verwarmingsbuizen, verf er iets overheen, waardoor het ineens helemaal niet meer opvalt. En je hebt een leuke middag als je even met al je huisgenoten gaat staan verven in je huis. En ik zie ook een open haard geschilderd op de muur. Ja, klopt. Ja, het is niet echt, maar het geeft toch ergens gezelligheid. En het is ook nog brandveilig natuurlijk. Kijk, veiligheid voor. Ja, precies. Lenny, super bedankt dat je de kamers hebt laten zien. Graag gedaan, leuk dat je er was. Ja, oh. Tot de volgende keer. Doeg. Doeg. Nou, wij hebben laten zien hoe je op een makkelijke en budgetvriendelijke manier je kamer of je common room een goede makeover kan geven. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Wil je nieuwe video's zien? Abonneer dan op het Duo YouTube kanaal. En dan zie ik jou in de volgende video. Doei!